kun je maanden journalistiek onderzoek doen. We kregen inzage in honderden notities. Opgevraagde documenten via de WOP en e-mails. Ja, dat kan. Maar zijn er ook bewijzen? Mag dit zomaar? Is dit juridisch wel in orde? Knip. Dit is wat ik heb ontdekt over gedupeerde boeren. Big Pharma. De oorsprong van corona. De schimmige handel in paspoorten. Een vlucht MH17. We gaan een miljard aan uitgeven. Spoiler, niet echt. De eerste tekenen van die vriendjespolitiek trof ik al een paar jaar geleden aan. Het ingrediënt voor een goed feestje. Oké, even een time-out. Helaas wilde Jaap van Dissel zelf geen interview geven, want hij vindt het nog te vroeg voor een reconstructie. Dat blijkt uit deze aantekeningen die we van een bron kregen. En last but not least... Zelfs buitenlandse toeristen komen er bijna niet meer binnen. Ik ben in het noorden van Irak. Dit... Jij! ...heeft zo'n beetje 11 maanden geduurd. Van Turkije tot Spanje. Van Italië tot Griekenland. Overal zie je nog huisraad liggen. Het is net oorlogsgebied. Het is duidelijk. Dit gaat een gevaarlijke tocht worden. We rijden nu achter iemand aan die ons naar een smokkelaar toebrengt. Daar worden we al snel gestopt. De camera, die stoppen we even weg. Hier eindigt onze reis. Dan wordt ons afgeraden om nog verder te gaan. Oké, even terug naar Nederland. Ik had deze mevrouw stelt nu al 3 keer dezelfde zeker, maar vraag. We willen niet zeggen dat er natuurlijk niets is bereikt, maar in ieder geval niet heel veel. Het was een hit bij de politieke junkies. In Nieuwsuur. Bij Nieuwsuur, in het Nieuwsuur aan interview. En dat moet een beetje in onze hoofden blijven zitten. Dat heb ik ook niet bij Nieuwsuur gezien. Een reconstructie van Nieuwsuur. Nieuwsuur. Bij Nieuwsuur. Het is vooral belangrijk of er dit keer echt iets gedaan wordt met die aanbevelingen. Wij zijn ook benieuwd. Wij onderzochten waarom het zo mis is gegaan. Ik heb er een heleboel papieren van, we zijn natuurlijk in die materie gedoken. Daar word ik dan wel op het einde een beetje recalcitrant van. En hoe moet ik elk plasje gaan plannen? Er spelen ook allerlei belangen. Nou, daar heeft eigenlijk niemand om gevraagd. En hoe meer je daarnaar kijkt, hoe ingewikkelder het verhaal wordt. En toen was het stil. Maar hoe kunnen we dan de overlast verminderen? Dat is belangrijk dat we dat meer gaan zien. Ik zeg het niet voor jou, maar voor die camera. Nee, ik heb plezier in mijn werk en het moet gebeuren, dus ik ga niet stoppen met werken, nee. Bedankt voor het kijken. Natuurlijk blijf ik dit dossier volgen. En wil je op de hoogte blijven? Abonneer je vooral op dit kanaal.